Op een vrijdagmiddag bij de surfplas in Krimpen aan de Lek zijn we getuigen van een politiecontrole die nogal wat uitgebreid is. We hebben de coördinator van deze actie, Ahmed Karel. Zo'n actie die wordt gepland natuurlijk. Maar de uitvoering van een en ander, dat heeft natuurlijk ook nog er zijn een paar woorden aan vast te maken, denk ik. Jawel, dit is een, hoe wij dat noemen, een districtelijke verkeerscontrole. En elk jaar moet een team binnen ons district zo'n verkeerscontrole organiseren. En dit jaar zijn wij aan de beurt. En we staan hier, ja. Met de collega's dus. Met de collega's. Het is niet alleen de politie, hè? Er zijn veel meer instanties bij betrokken bij deze actie. Jazeker. Wij hebben ondersteuning van de verkeersdienst van de politie zelf. Wij maken gebruik van hun expertise natuurlijk. Verder zijn externe partners aanwezig. Zoals jullie hier zien is de Belastingdienst aanwezig. De gerechtelijke deurwaarders zijn aanwezig. Ja, zo proberen wij elk voertuig die hier binnenkomt van A tot Z te controleren. Ja, ja. Ze worden, laten we zeggen, buiten de locatie waar de actie is, worden ze dus opgepikt door collega's op motoren. Ze worden ook gespot door speciale auto's. Ja, we hebben zogenoemde ANPR-voertuigen en daarmee kunnen wij spotten of iemand een belastingschuld of een andere soort vorm van schuld open heeft staan. Fiscale wanbetaler en dan zijn deze collega's van de Belastingdienst ervoor. Ja, ja. Ja. Ik zie dat er ook de motorkap gaat open, de kofferbakken gaan open. Het is best wel een ingrijpende controle als ik het zo eens aanschouw. Ja, zoals ik zei, een algemene verkeerscontrole. Wij proberen elk voertuig welke hier binnenkomt van A tot Z te controleren. En daar hoort ook eigenlijk de verlichting of de waterbasis gevuld. Of de auto gewoon voldoet aan de RDW-normen, de RV-normen. Dus wij controleren echt alles. Echt alles. Ja. Is er al een trend waar te nemen nu? We staan nog niet helemaal aan het eind van de controle, maar is er al een trend waar te nemen van het is raak of het is een normale controle? Nou, ik ervaar het als een normale controle. Het is vrij druk met auto's. We hebben nog niet hele spannende dingen gehad, maar we zijn net begonnen, dus de dag is nog jong. Als er overtredingen zijn, dan worden er normaal gesproken boetes uitgedeeld. En die worden als certificaat ter plekke afgerekend. Maar het ligt in dit geval even anders, hè? Inderdaad, het ligt heel anders. Het is landelijk bekend dat wij van de politie bezig zijn met onze CAO-acties. En uiteraard zijn ook wij solidair aan de collega's in de landen. We hebben daarom afgesproken om vandaag niet te bekeuren voor lichtere overtredingen en meer de excessen aan te pakken. Maar nogmaals, het doel is natuurlijk niet om een bekeuring te schrijven. Het doel is het stoppen van overtredingen en uiteindelijk verkeersveiligheid. Alleen inderdaad, met dit soort uitgebreide controles schrijven we wel bijna voor alles. Alleen vandaag niet, nee. De CAO-actie, waar heeft dat in grote lijnen mee te maken? Werkdruk, overuren? Alles. Alles, werkdruk, personeelstekort, inkomen. Als ik daarover ga beginnen, dan laten we maar ophouden dat we niet heel tevreden zijn met de gang van zaken op dit moment. En wij willen onze stem laten horen en dat doen wij op deze manier. Het gaat zoals het gaat. Het is jammer en ik hoop dat mensen inzien wat voor verantwoordelijke baan wij hebben en onder welke werkdruk wij moeten werken. En hopen dat wij krijgen wat we verdienen eigenlijk. Nou zijn dit nog relatief vriendelijke acties. Hè? De signalen worden afgegeven. Maar als er geen akkoord komt, geen oplossing komt, hoe moeten we dan denken? Ja, dat is voor mij ook zwart-wit kijken. Ja, daar kan ik echt niks over zeggen. Dat is echt aan de bonden. Ik concentreer me gewoon op mijn werk. En ik krijg mee wat voor acties wij moeten voeren. En verder kan ik er echt niks over zeggen. Oké, fijne voortzetting. Dankjewel. Okay.